zaal zit. Ook welkom aan onze kijkers. Dit is live streaming. Onder andere kijken de studenten mee van de masteropleiding voor 4 talen, Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans. Onze spreker van vanavond is professor Dr. Jerzy Koch. Professor Koch is verbonden aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznan. Dat is in Polen, waar hij hoofd is van het departement Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies. Dat is aan de faculteit Engels. Sinds 2001 is hij Research Fellow van de Universiteit van die Vrijstaat in Zuid-Afrika. Hij was ook verbonden aan de Universiteit van Wrocław. Dat is van 1985 tot 2011. Waar hij de afdeling Moderne Nederlandse Literatuur en Afrikaans binnen de leerstoel voor Nederlandse filologie op heeft gericht en geleid heeft. Hij was jarenlang gastdocent aan de Universiteit van Hongarije ook. Hij is lid van de Zuid-Afrikaanse Academie voor Wetenschap en Kunst, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Polish Writers Association. Hij vertaalde diverse Nederlandse auteurs naar het Pools, waaronder Multatuli, Felix Timmermans, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Harry Mulisch, Luce Baer, Leonard Lolens, Mirjam van Hee en Stefan Hertmans. Voor zijn vertaaloeuvre ontving hij de prestigieuze Nijhoffprijs. In 1991 promoveerde hij aan de Universiteit van Leuven in België met een proefschrift over de buitenlandse receptie van Nederlandse literatuur. Hij houdt zich bezig met de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse literatuur, koloniale letterkunde en het onderzoek naar de receptie en culturele transfer. Hij is auteur van een groot aantal boeken en heeft eveneens veel bijdragen in verschillende tijdschriften. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Werkwinkel, Journal of Low Countries and South African Studies. Hij gaf in deze aula eerder lezingen over onder andere Collade Brot. Zijn lezing van vanavond gaat over de befaamde en veelbesproken Nederlandse auteur uit de 19e eeuw, Multatuli. Ik heb veel geleden, betekent dat. Het werk heeft een grote invloed gehad op zowel de Nederlandse literatuur als de Nederlandse koloniale politiek. Max Havelaar geldt als een van de belangrijkste werken uit de kanon van de Nederlandse literatuur. Het boek is verfilmd en Max Havelaar is in meer dan 40 talen vertaald. De titel van zijn lezing van vanavond is Waarom was Multatuli een anticoloniaal en zijn Max Havelaar een succesverhaal? Iets over de buitenlandse receptie en de genealogische status van de grootste Nederlandse roman. Het woord is aan professor Dr. Jerzy Koch. Professor Severing, van harte bedankt voor deze introductie. En ook mijn dank voor de mogelijkheid om een lezing hier aan de Universiteit van Curaçao aan te bieden. Het is werkelijk een voorrecht. De eilanden van de Antillen mogen voor heel veel Europeanen een toeristische destinatie zijn waar zee en wind, zon en vriendelijke mensen een harmonisch bestaan lijken te leiden. Voor mij was het stukje op de aarde altijd, dat wil zeggen vanaf mijn studietijd, ook een plaats van de rijke cultuur. Cultuur gemaakt hier in een plaats van ontmoeting tussen mensen die gedwongen door mensenhandelaars of gedreven door avontuurzin hier bijeenkwamen. Slaven uit verschillende delen van Afrika, lokale Midden-Amerikaanse Indianen en Europeanen van alle soorten. Ik zie Curaçao als een ontmoetingsplaats waar zowel zweet en bloed de grond doordrenkten, als waar ook een rijke cultuur ontstond, waar intellectuele gesprekken op de stoep en muziekklanken binnenshuis weer klonken. En dan niet zomaar willekeurige klankjes, maar stukken die overduidelijk bij mijn landgenoot Chopin de inspiratie vonden.
Zoals Chopin de volkswijsjes uit zijn vaderland omzette in mazurkas, walsen en polkas, hebben de plaatselijke componisten echo's van Chopin laten weerklinken in hun Creoolse walsen of mazurkas, maar ook in hun dansas, ragtime, calypso of Latin jazz. De rij voorbeeldnamen is lang en begint met Louis Moreau Godschalk, Joseph Sigmund Korsen, ook een dichter, Jan Gerhard Palm, Edgar Palm, Jacobo Palm en Wim Statius Müller. Ik wil graag een paar takten laten voorspelen hier. Was bijna Chopin. Hè? Sorry, ik moest het afbreken, maar jullie kunnen het altijd uitgoogelen en op YouTube vinden. Een muzikale ontmoetingsplaats dus. Niet alleen een marktplaats waar mensen verhandeld werden, maar ook waar hun culturen elkaar beïnvloed hebben. Vandaar dat ik de Antillen, met name Curaçao, vooral met een rijke cultuur associeer. En omdat ik hier 2014 een reeks colleges aan de studenten gaf en voor de derde keer in deze zaal sta, weet ik dat het publiek hier hoge eisen aan docenten stelt. Dat maakt mijn taak vanavond zeker niet gemakkelijker, wel interessanter en uitdagender. Ik zal mijn best doen om aan jullie verwachtingen te voldoen en dat sluit misschien ook enkele verrassingen niet uit. Maar nogmaals hartelijk dank voor deze mogelijkheid om een lezing aan de Universiteit van Curaçao te mogen geven. Ik wil graag professor Lisbeth Echtel, decaan van de Algemene Faculteit, van harte dankzeggen. En ook mevrouw Angie Yesurum. Angie is zoals een angel of guardian angel voor heel veel gastdocenten die hier komen voor masteropleiding. Ze begeleidt dat heel goed, ons allemaal. En ik wil aan Lisbeth heel graag iets geven. Dat zijn de laatste twee nummers van het tijdschrift Werkwinkel en van mijn boek. En zodat jullie dat kunnen zien, dat is dat boek over de Zuid-Afrikaanse literatuur en dat is het tijdschrift voor het Nederlands en het Afrikaans, Zuid-Afrikaanse studies, Nederlandse studies.
Als u mij vraagt waarom ik Mutatuli als onderwerp heb gekozen, dan zijn er lege redenen voor. Niet dat ik op hem gepromoveerd ben of zijn Max Havelaar naar het Pools vertaald heb. De voornaamste reden luidt: in de Nederlandse literatuur kun je niet om Mutatuli heen. Wij hebben onze klassieken, grote schrijvers soms, maar wij hebben geen klassieke literatuur. Wat ontbreekt is dat ingewikkelde netwerk van verwantschappen en tegenstellingen, waardoor een samenhang ontstaat. Wat Jaap Overstegen hier betoogt is waar. Het levendige netwerk van associaties en relaties en het activeerbare verwijzingskader reikt in de Nederlandse literatuur niet ver naar het verleden. Je kunt eigenlijk zeggen dat dit soort klassieke literatuur pas met het werk van Eduard Douwes Dekker begint. Max Havelaar behoort tot de meest bekende Nederlandse romans, wordt nog steeds gelezen en leeft in herinterpretaties voort. Het is tegelijk de meest vertaalde Nederlandse roman. Edward Said noemde Mutatuli een uitzondering op de dominante regel van het koloniale discours, waarbinnen de eurocentrische opzet vanzelfsprekend was. De aandacht voor Mutatuli is in de Lage Landen nog steeds groot. In de jaren 90 is het grote project van volledige werken in 25 delen of de historisch-kritische uitgave van zijn belangrijkste roman met apparaat en commentaar voltooid. Er kwamen nieuwe vertalingen uit. Het vaktijdschrift over Mutatuli wordt voortgezet en er kwamen op de markt zulke boeken als de monumentale biografie van Mutatuli die met de ACO-prijs bekroond is of het gefictionaliseerd dagboek van zijn vrouw Tine door Noordervliet. Soms waren het omstreden projecten zoals de verfilming van de roman, een music hall en zelfs een hertaalde en verkorte versie in het moderne Nederlands. De nieuwste poging is Max Havelaar met Zombies. Jullie zien daar in boven in de rechterhoek. Een herschrijving van de roman in de stijl van Quirk Classics, waarin fantastische en horror elementen in het roman gegeven verwerkt zijn. In het Mutatuli-jaar 2010 is onder andere de officiële herdenkingsmunt ter waarde van 5 euro geslagen en verschillende auteurs hebben lezingen geleverd in de vorm van brieven aan de auteur van Max Havelaar, waar ze om advies gevraagd hebben in verband met interculturaliteit en postkolonialiteit. Dekker zelf mag nog steeds discussies uitlopen of hij al dan niet antikoloniaal was. De Stichting Max Havelaar verleent sinds 1988 Fairtrade-certificaten aan koffie en andere producten uit de derde wereld, waarbij de minimumprijs voor de kleine producenten gegarandeerd wordt. En de namen uit zijn roman leven voort in de spreektaal. Droogstoppel van Batavus Droogstoppel, voor een saaie, prozaïsche en vervelende mens. Of de uitdrukking Barbertje moet hangen van een personage uit de romanmotto, wanneer een onschuldige de schuld krijgt. Kortom, allemaal bewijzen dat de auteur niet uit de zicht van de moderne Nederlanders verdwenen is, wat dikwijls het lot is van vele oude schrijvers, tijdgenoten van Mutatuli inbegrepen. Want zijn werk heeft een bijzondere status in de moderne klassieke literatuur verworven. Waarom was Mutatuli een antikoloniaal en zijn Max Havelaar een succesverhaal, is de titel van mijn lezing, met als ondertitel iets over de receptie en de chronologische status van de grootste Nederlandse roman. Zoals jullie zien, moest ik buitenlandse receptie uit de eerste versie van de titel laten vallen. Vorige week bij de eindredactie heb ik het besluit genomen om dit element weg te laten en in ruil daarvoor meer aandacht te schenken aan andere aspecten. Wel kan ik geïntroduceerd werd door middel van vertalingen natuurlijk. Dat is dus zijn beeld buiten de Lage Landen. Straks zullen jullie zien dat dit een kader uitmaakt voor mijn betoog. Wat onveranderd blijft is de tweedeligheid van de titel van mijn lezing.
zoals de roman trouwens, Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij. Maar ik begin niet bij het begin van Max Havelaar, niet bij, bij de titel, maar ik ga eerst naar het slot van het boek. Daar lezen we. Het boek is bont. Er is geen geleidelijkheid in. Jacht op effect. De stijl is slecht. De schrijver is onbedreven. Geen talent, geen methode. Goed. Goed. Alles goed. Maar de javaan wordt mishandeld. Want wederlegging der hoofdstrekking van mijn werk is onmogelijk. Wat zien we hier? De schrijver kruipt in de huid van een lezer. Of liever van een kieskeurige fitter. En spreekt zijn kritiek over het boek uit. Deze rijkswaardeoordelen worden dus tussen aanhalingstekens geplaatst omdat ze in de mond van de denkbeeldige lezer gelegd worden. In de hoedanigheid van een kritikaster maakt deze figuur de eerste, althans chronologisch gezien, uitspraak over het boek. Daarmee wordt ter sprake gebracht de netelige of wankele status van het boek als concrete realisatie van het genre van de roman. En daarop reageert Mutatuli zelf en evalueert zijn roman door op een nogal ongeduldige toon te zeggen dat dit alles wel waar is, maar dat de javaan mishandeld wordt. En dan zet hij stempel, of liever kroon, op zijn werk. De hoofdstrijking van dit werk kan onmogelijk weergesproken worden. Dit slot van de roman is overduidelijk een retorische kunstgreep. Mutatuli was waarschijnlijk van plan om de potentiële verwijten te ontkrachten. En er is geen betere manier om een criticus te ontwapenen dan er zelf eentje te spelen. Om dit effectief te doen, schiep hij contrast tussen de formele kwestie van de literaire gestalte, zoals hier staat, het boek is bont, de stijl is slecht, etc. En de eenduidige morele boodschap, de javaan wordt mishandeld. Beide, formele kwestie en morele boodschap, zijn nog steeds problematisch en roepen discussies op. Ik wil me graag juist daarop in mijn betoog van vanavond concentreren. De traditionele benadering van Max Havelaar en van Mutatuli pendelt tussen het biografisme, hieronder resorteert dus de morele boodschap en de benadering van de persoon van de auteur, en de tekstgerichte analyse, namelijk van de formele aspecten van het werk. Historisch gezien was de biografische strekking eerst. Vanaf het begin ontstond er een morbide belangstelling voor het privéleven van de gewezen koloniale ambtenaar. Deze publicaties werden nog in de 19e eeuw wespenliteratuur gedoopt en in de 20e eeuw bestempelde Edgar Duperron hun makers als luizen. Laat mij twee titels uit deze oude Mutatuli-literatuur noemen die boekdelen spreken. Onkruid onder de tarwe en Edward Douwe Stekker, een ziektegeschiedenis. Zoals gemakkelijk te vermoeden valt, was hier de bedoeling om de auteur in discrediet te brengen. Geen wonder dat als reactie het kamp van zijn vurige verdedigers ontstond, de zogeheten Mutatulianen. Het publieke gesprek ging over het algemeen over de mens Edward Douwe Stekker, over zijn loopbaan in de kolonie, zijn karaktertrekken, zijn liefdesleven enzovoorts. Tamelijk vroeg werd zijn handelwijze in Lebak het topic. Ook hier een paar voorbeelden. Reeds in 1901 gaf Mimi Hamming-Schepel, de weduwedekker, een boek uit onder de titel Mutatuli en officiële bescheiden. Het debat duurde ook in de interbellumperiode voort. Een belangrijke rol in de verdediging van Mutatuli heeft toen Duperron gespeeld. Met zijn twee werken probeerde hij het gesprek weer op de documenten te baseren en niet op roddels. Het gaat om De Man van Lebak en Mutatuli, tweede pleidooi. Zoals jullie zien, ondanks de verdeeldheid voor of tegen Mutatuli, vertegenwoordigen de polemisten uit deze twee kampen de reeds genoemde biografische strekking. In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw was de strijd nog niet gestreden. Willem Frederik Hermans aan de ene kant en Rob Nieuwenhuis aan de andere zijn in de slag gegaan.
Het verschil lag nu voornamelijk daarin dat Nieuwenhuis Mutatuli als auteur bewonderde, maar vond dat hij als bestuursambtenaar faalde. Hij verweet de Mutatulianen het traditionele neerlandocentristische standpunt. De discussie betrof dus voornamelijk de precisie waarmee de koloniale ambtenaar Dekker de situatie van de inheemse bevolking in Lebak op Java evalueerde, de gehaastheid van zijn optreden tegen het inlandse hoofd en of de juistheid van de manier waarop hij ambtelijk te werk ging door zich direct door de gouverneur-generaal te richten en zijn meerdere te passeren. Conform de ontwikkeling van de literatuurwetenschap kwam de tweede op de tekst gerichte tendens in het Mutatuli-onderzoek even later. Een van de eerste publicaties die op de nauwkeurige analyse van de tekst gericht waren, was de bijdrage van Overstegen in het tijdschrift Merlijn onder de titel De Organisatie van Max Havelaar. Meer bekend is het proefschrift van Söteman dat 3 jaar later werd uitgegeven, De Structuur van de Max Havelaar. Kenmerkend is de ondertitel die de richting en het doel van de analyse aanwijst, namelijk bijdragen tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman. Uit deze analyses blijkt hoe consistent het woord kunstwerk van Mutatuli is. Ik breek nu mijn schets van deze 2 lijnen in de ontwikkeling van het onderzoek naar Mutatuli af, want anders rest mij niet veel tijd voor wat ik nog wil betogen. Ik voeg er alleen maar nog aan toe dat zowel het tekstgerichte analyse als ook het biografische onderzoek ook later voortgezet werden. En hier even voorbeelden. Van het eerste, Philip Vermortels proefschrift De Parabel bij Mutatuli, waar Vermortels zich op strategisch-rhetorische methoden zoals het gebruik van parabels concentreert. Terwijl Jaap Hoogteiling de ontstaansgeschiedenis van de roman tot het onderwerp van zijn dissertatie heeft genomen door de achterdeur naar binnen over de wording van Mutatuli's Max Havelaar. Het biografische onderzoek dat op het leven van de auteur stoelt heeft ook interessante boeken voortgebracht. Bijvoorbeeld Het gelijk van Mutatuli, het handelen van Edward Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief van Tom Pfeiffer. En Mutatuli, leven en werk van Edward Douwes Dekker van Dick van der Meulen, de grote biografie die ik zo even heb genoemd. Wat bedoelde ik met deze schets? Ik ben me ervan bewust dat dit een kleine simplificatie is, maar tot op zekere hoogte zijn beide onderzoekstradities bezig met het zoeken naar het antwoord op de volgende vraag. Wat is de relatie tussen vorm en vent? Om even naar een discussie uit het interbellum te verwijzen. Met andere woorden, hoe verhoudt zich de literaire gestalte tot de persoonlijkheid van de auteur? Of nog anders gesteld, waarom heeft het boek een anticoloniale uitwerking, terwijl de auteur soms verweten wordt dat hij geen anticoloniaal was? Ik zou het samenvatten in het alternatief. Was de roman meer revolutionair dan zijn maker? In de vakliteratuur en ook in de publieke sfeer wordt regelmatig de opinie geuit dat de auteur van de Havelaar geen echte anticoloniaal was. En zijn optreden eerder een defensieve oproep was om de koloniale wetten rechtvaardig na te komen dan om ze met de voeten te treden. In deze optiek zou het boek in feite een verdediging van het koloniale status quo zijn in plaats van een lijnrechte aanval daarop. Hoe zit dat nou werkelijk met deze schrijver en zijn meest gelezen boek dat tot de meest vertaalde Nederlandse romans behoort? Dekker voelt zich na zijn koloniale loopbaan miskend als rechtdoende en plichtsgetrouwe ambtenaar. En vanuit deze positie, vanuit deze ervaring, schrijft hij zijn autobiografische roman, een woord in één slag beroemd. Met deze publicatie beoogt hij 2 doelen. Ten eerste probeert hij zijn persoonlijk onrecht ongedaan te maken en ten tweede draagt hij nieuwe opvattingen over de uitvoering van het koloniale beleid aan het brede publiek bekend te maken.
Mutatulis debuut heeft nalatigheden van zowel individuele ambtenaren als ook structurele fouten in het koloniaal beleid uitgewezen. Vandaar dat er een rilling over het land is gegaan bij de publicatie, zoals een van de parlementsleden dit verwoord heeft. De aanleiding van deze reactie, de rilling die over het land is gegaan, was niet zozeer dat de auteur tegen zijn bazen is opgekomen. Het wel, zijn optreden was zeker in strijd met de toenmalige bestuurspraktijken, maar zonder meer in overeenkomst met de wet. De ware reden was dat de kolonie in den Oost batig saldo van Nederland heeft verzekerd door gewoonlijk 25% van de inkomsten te genereren. En 2 jaar voor de publicatie van de Havelaar was dit zelfs 30%, 30 miljoen gulden. De aankondiging van deze problematiek lag reeds in de dubbele titel die uit de naam van een persoon en uit de naam van een handelsorganisatie bestaat. In het eerste geval kan de lezer volgens de romantraditie de beschrijving van individuele lotgevallen verwachten, namelijk van een zekere Havelaar. In het tweede wordt er melding gemaakt van de Nederlandse Handelmaatschappij, een machtige organisatie die 1824 opgericht is als moderne opvolger van de VOC, met als doel om de internationale handelspositie van Nederland te herstellen. Door bemiddeling van de handelmaatschappij en hoge renteinkomsten is de schatkist in Den Haag gevuld. Tussen 1831 en 1877 met 852 miljoen gulden winst op handel in koloniale producten. Dit was mede het gevolg van de invoering in 1830 van het cultuurstelsel dat de inheemse boeren in Nederlands-Indië gedwongen heeft om 20% van hun land af te staan aan de verbouwing van producten voor de Europese markt. Boeren die geen geschikte grond voor dergelijke gewassen hadden, moesten 2 maanden per jaar voor de regering werken. Het extra geld, de zogenaamde cultuurprocenten, dat de inheemse aristocratische elite kreeg, indien hun regio meer producten voortbracht dan verwacht, heeft de intensivering van de uitbuiting in de hand gewerkt en tot hongersnood geleiden. Vandaar de Javaan wordt mishandeld, heeft Mutatuli geschreven. Deze cultuurproducten betroffen geen basislevensmiddelen, maar waren in de regel indigo, kruiden, katoen, suiker, thee en vooral koffie, die de helft van de opbrengst heeft gedekt. Amsterdam was de grootste koffiemarkt ter wereld toen en Duitsland de grootste afzetmarkt. Geen wonder dat Mutatuli in de romantitel de Nederlandse handelmaatschappij gekozen heeft als toonbeeld van het koloniale beleid dat tot uitbuiting leidt. En koffie als symbool van de betrokkenheid van zijn land bij de uitbuiting van de Javanen. Mutatuli heeft dus het uitbuitingssysteem veroordeeld, waarbij inlandse hoofden en Nederlandse ambtenaren betrokken waren. Zijn landgenoten heeft hij verweten dat ze zelfs de eigen gemaakte koloniale wetten niet toepassen. Dit geeft vandaag de aanleiding tot bezwaren. Ik heb speciaal hier zo'n kaart gekozen, ergens op het internet gevonden, waar je met Europa als achtergrond Nederlands-Indië ziet. En dan zie je hoe klein Nederland is en hoe groot de kolonie was. Mutatuli wordt weliswaar gerekend tot de belangrijke critici van de koloniale wantoestanden of zelfs nestbevuilers, maar er wordt ook beweerd dat er voor hem meer radicale schrijvers waren en dat hij niet werkelijk antikoloniaal was. Mijns inziens berust deze opinie meestal op het foutieve perspectief of op betwetenschap achteraf. Natuurlijk kon Mutatuli als kind van zijn tijd geen antikoloniale positie in de hedendaagse termen innemen. Maar het is tekenend dat zijn kritiek op het systeem van uitbuiting en zijn oproep aan koning Willem III om recht te doen aan zijn Javaanse onderdanen revolutionair genoeg werd geacht om de gewezen koloniale ambtenaar geen morele erkenning
voor zijn reactie te geven of een pensioen waartoe hij gerechtigd was toe te kennen. Zoals reeds getoond waren er naast zijn vurige aanhangers, de zogenaamde Mutatulianen, ook tijdgenoten die geprobeerd hebben de subversieve lading van zijn optreden te ontkrachten. En de andere critici van het koloniale beleid dan? Degene die gewoonlijk als scherpere critici van de koloniale wantoestanden voorgesteld worden in vergelijking met Mutatuli? Bij nader inzien zijn de meesten ambigu te werk gegaan. Bijvoorbeeld in Agon, sultan van Bantam van Onnozweer van Haren, wordt het koloniale gezag nergens aangevallen en de Nederlandse oorlog in Bantam zelfs verdedigd. Van Haren wordt dikwijls aangehaald als iemand die lang voor Mutatuli het koloniale beleid heeft bekritiseerd. Van Haren heeft de Javaan wel de vervloeking van de Nederlanders in de mond gelegd. O moorders van mijn huis en rovers van mijn goed, dat u kroost voor mijn oog verstik in Tauders bloed, dat Tauders mogen zien in hun laatste uren de kop der zuigeling verpletterd aan de muren. Dus het is nogal raar dat hier deze Javaan verwijst of een stukje uit de psalm aanhaalt. De hele ondermijnende kracht van dit treurspel, bovendien volledig door zijn tijdgenoten genegeerd, ligt uitsluitend in dit ene moment van verandering van de zienswijze na het perspectief van de Javaan. Daartegenover in de novelle van Willem van Hogendorp, een andere Nederlandse auteur die naar voren gebracht wordt als een scherpere criticus van het koloniaal bewind dan Mutatuli. In deze novelle onder de titel Kras Poucault of de droevige gevolgen van een te verregaande strengheid jegens de slaven, wordt de slavernij, ondanks de veelzeggende titel, niet aangevallen. Van Hogendorp meent zelfs dat de slaven in de Nederlandse kolonies het beter hebben dan elders. En de slechte behandeling wordt toegeschreven aan de jaloerse mestize vrouw, niet aan blanke Nederlanders. Het probleem met de felle kritiek van Jacob Hafner op de koloniale zendingsactiviteiten in verhandeling over het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen is dat het een niet-literair werk is en over het algemeen in zijn tijd weinig reacties heeft uitgelokt. Van Hafner zijn naar het Duits, Engels, Frans, Deens of Zweeds wel werken vertaald, maar het waren reisverhalen. Wat maakt dus Mutatuli in deze context van verlichtings- en verlichte kritiek uniek? Het is de opvallende manier waarop hij feit en fictie mengt en zijn boodschap in een romaanstructuur omkleedt. Voor hij in de finale van zijn boek De Slagkreet de Javaan wordt mishandeld neerschrijft, maakt hij zijn lezers op een verfijnde wijze ontvankelijk om zijn oproep intellectueel, maar ook emotioneel te aanvaarden. Met als gevolg dat zijn vurige wens, ik wil gelezen worden, in vervulling is gegaan. Niemand voor hem en nog lang niemand na hem heeft het zo voortreffelijk gedaan. Ik herhaal. De mengeling van feit en fictie en de omkleding van de boodschap in de literaire structuur stonden garant voor het succesverhaal van Max Havelaar. Daarin ligt ook, denk ik, de oplossing, of beter gezegd verzoening, tussen de twee zojuist geschetste onderzoekstradities en tegelijkertijd twee perspectieven op Mutatuli en zijn werk. Maar eerst, wat zei de auteur zelf over zijn Max Havelaar? Uit de correspondentie van hem blijkt dat hij zeer bewust is opgetreden als auteur. Aan zijn toekomstige vrouw, aan zijn vrouw schreef hij: mijn schrijven is een geheel nieuwe genre die op niets lijkt. In een brief uit Brussel naar Tine. Op de voorgestelde aanpassing in zijn boek door Van Lennep, die als adviseur en bemiddelaar bij de publicatie optrad, reageerde hij in een brief aan Jacob van Lennep.
Het weglaten der data maakt Max Havelaar tot een roman. Maar het is geen roman. Het is een geschiedenis. Het is een memorie van grieven. Het is een aanklacht. Het is een sommatie. En dat dit alles in den beginne op een roman lijkt, is slechts om het ding verkoopbaarder te maken dan verwacht worden kan van iets officieels. Havelaar is in de loop der jaren op zeer uiteenlopende manieren geclassificeerd. Hier zien jullie een greep uit deze chronologische classificaties. Autobiografie, romantische roman, geëngageerde roman, strekkingsroman, pamflet, parabel, parodie. Maar kunnen we het antwoord, wat is Max Havelaar, nog nader preciseren? Ik denk van wel. Ondanks Mutatuli's eigen visie op Havelaar als iets wat volstrekt nieuw was, kan de genrepositie van dit boek het treffend met de antieke term manipeïsche satire omschreven wordt. Het trefwoord, let wel geen toverwoord, is dus manipea. Misschien hebben sommigen deze term gehoord of kennen hem uit de klassieke literatuur, anderen weer niet. Dat geeft niks, want in verband met Havelaar komt deze genreclassificatie bij mijn weten nergens voor. En hier de aangekondigde verrassing. Ik poneer hier deze stelling, deze hypothese voor het eerst. Ik wilde het juist hier doen, in de gewezen kolonie. Voor mij is Max Havelaar niet zomaar een roman, maar een manipea. De tekst van Max Havelaar realiseert de meeste karaktertrekken van manipea. Manipeïsche satire uit de nieuwe tijd moet ik erbij voegen, want het begon allemaal in het antieke tijdperk. De genealogie van dit genre reikt uit naar Griekenland. De naamgever van deze variant van de satire is Menippus van Gadara, cynicus, een volgeling van Diogenes. Uit de overlevering weten we dat hij zich van satire bediende waar afwisselend proza en poëzie aan bod kwam, met een ironische, half serieuze strekking. In het klassieke Rome werd dit genre bekendgemaakt, ontwikkeld en toegeëigend door dichters als Marcus Terentius Varro en Lucianus. En vervolgens, in de vroegmoderne tijd, werd manipea opgepikt door humanistische schrijvers als, ik geef hier twee voorbeelden, Justus Lipsius en Daniel Heinsius. Trouwens, pas dankzij Lipsius verkreeg de naam manipeïsche satire de betekenis van een apart genre. De Griekse manipea was, zoals blijkt uit de bewaard gebleven teksten en overlevering, een agressieve kritiek op de werkelijkheid, zijde en gevestigde orde, in de vorm van een dialoog, dikwijls kritiek ad personam. Menippus behoorde tot de cynici en viel de erkende wijsgeren aan en hun manier van filosoferen en denken. De wereldbeschouwelijke achtergrond is de beweging van de cynici die zich cultuurkritisch hebben geprofileerd als tegenpool van de geïnstitutionaliseerde filosofie. De latere Romeinse vorm ontwikkelde zich in een andere richting en voegde daar nog de buitenaardse bovennatuurlijke elementen aan toe. Maar natuurlijk niet ontdaan van humor en het komische. Het resultaat is dat men vandaag bij de beschouwing van dit genre als voorbeeld vooral de Romeinse chronologische variant neemt en niet de Griekse, die toch niet vergeten mag worden. Varro imiteerde de dialoogvorm van Menippus omdat hij die het meest geschikt vond om het volk te onderrichten. Door humor oefende hij kritiek uit en maakte zijn teksten aantrekkelijker. Maar humor ontstond op verschillende niveaus, want ook vermenging van stijlen en genres moet tot deze satirische strategie gerekend worden. De ideeën konden op die manier beter onder woorden gebracht worden dan in tekstsoorten met onverbloemde didactische strekking. Deze manipeïsche traditie is overduidelijk zichtbaar in Mutatuli's boek. Het kenmerk van de manipeïsche satire is dat ze hybridisch van aard is, vol van formele contrasten, esthetische paradoxen en inhoudelijke tegenstellingen.
Menipea is een bijzonder productief genre en tegelijk een genre met moeilijk definieerbare grenzen. Zelfs haar werking in de moderne literatuur is nog niet goed onderzocht, ondanks publicaties van bijvoorbeeld Northrop Frye, Michail Bakhtin of Julia Kristeva. Volgens Kristeva, die voortbouwt op de benadering van Bakhtin, is Menipea een soort politieke journalistiek van concrete tijd. Haar directe erfgenaam is zelfs roman als zodanig. De meeste van de 14 karaktertrekken van Menipea die Bakhtin opsomt, zijn van toepassing op Havelaar. Daar is bijvoorbeeld combinatie van stijlen en klimaten, dialogische en polyfone vormen, ernst vermengd met komische toon, journalistieke sensitiviteit voor actuele problemen, elementen van avontuur als provocatie en als illustratie van de kerngedachte. Drievoudige constructie waarbij afwisselend actie en dialogisch syncretisme, samenvoeging van verschillende standpunten, aan bod komen. Gebruik van het motief van schandalen of verschuiving van het gewone. En dan, last but not least, intertextuele toepassing van uiteenlopende literaire soorten, roman, brieven, toespraken, gedichten, vertellingen. Als voorbeeld noem ik hier een aantal literatuursoorten, genres die in deze roman voorkomen. Ik noem hem nog steeds uit gewoonte roman. Daar zijn dus romanelementen, maar er komen in Max Havelaar ook brieven voor. Toneelstuk aan het begin, pamflet aan het einde, verhaal, apart verhaal, een sprookje, dialoog, tafelgesprekken, maar daar is eigenlijk Max Havelaar die caseur is, die het woord voert en af en toe alleen maar zijn tafelgenoten toelaat om het gesprek gaande te houden. Daar is toespraak tot de hoofden van Lebak, gedicht, meer dan één, lied. Daar is een gewone enumeratie, een lijst, een pak van Schauman, een preek van Havelaar. En je kan zeggen dat Menipeese karakter van dit boek is nog geïntensiveerd door het feit dat Multatuli in 1875 en 1881 zijn boek voorzag nog van meer dan 100 opmerkingen en voetnoten, waar hij niet alleen maar de Indonesische termen verduidelijkte, maar ook Nederlandse politiek meedogenloos aanviel. Ik ga nu mijn vertaling van Bakhtin, van een stuk uit zijn tekst, voorlezen waar hij deze 14 karaktertrekken van Menipea opsomt. En op het scherm komt dit in een verkorte vorm met mijn aanduiding of Max Havelaar al dan niet daaraan voldoet. Ik hou Bakhtin aan. 1. In vergelijking met de Socratische dialoog groeit in Menipea het aandeel in komische elementen. 2. Menipea bevrijdt haar volledig uit de diarische historische beperkingen die in de Socratische dialoog van kracht waren. Een ongewone loosheid van de verhaallijn, een filosofische fictie, is voor haar karakteristiek. 3. Een van de belangrijkste karaktertrekken van Menipea berust daarin dat de uiterst moedige, weelderige, fantastische of avontuurelementen zijn gemotiveerd, gerechtvaardigd en gesanctioneerd door het zuiver ideële filosofische doel. De uitzonderlijke situaties dienen ter provocatie en proefneming van het filosofische ideewoord, de waarheid, belichaamd in de figuur van de wijsgeer. 4. Een zeer belangrijke eigenschap van Menipea is de organische samenkoppeling van het losse fantastische en van het symbolische, en soms ook mystiek-religieuze elementen aan de ene kant en het extreem spelonken naturalisme aan de andere. 5. Menipea is het genre dat de definitieve zaken behandelt. Het streeft ernaar om de laatste beslissende woorden en gedragingen van de mens
tevoorschijn te laten komen. Het is eigenlijk één element dat ik in Max Havela niet terugvind. 6. Een driedelige constructie vertoont zich. Actie en dialogische syncresis wordt verplaatst van de aarde naar Olympus en naar hel. Met de even scherpe precisie worden er dialogen bij de drempel gegeven. 7. In Menipea verschijnt een specifieke soort van het experimentele fantastische. Dit is de beschrijving van de waarnemingen vanuit een ongewoon punt. 8. Voor de eerste keer komt er eveneens iets voor wat men het moreel-psychologisch experiment kan noemen. 9. Typeren voor Menipea zijn de voorvallen van schandalen, excentriek gedrag, ongepaste uitlatingen en toespraken, met andere woorden, verstoring van allerlei aard van de gewone, algemeen aanvaarde gang van menselijke zaken. 10. Menipea is rijkelijk voorzien van contrasten en oxymorons. Houdt van spel met omslag en vervorming, boven beneden, ups en downs, plotselinge toenadering van verre zaken, allerhande mesalliances. 11. Menipea voert dikwijls elementen van de sociale utopie in. 12. Menipea worden ook gecharakteriseerd door een brede toepassing van aanhalingen uit andere genres, verhalen, brieven, oratorische optredens, symposia, etc. Een vermenging van proza met op rijm geschreven taal. En de laatste twee elementen, nog steeds Michał Bachtin aan het woord. De aanwezigheid van Menipea van aangevoerde, de aanwezigheid in Menipea van aangevoerde genres intensiveert haar verscheidenheid aan stijlen en toonsoorten. Hieruit spruit het begin voort van een nieuwe opvatting van het woord als literaire materie, die voor de hele dialogische lijn van de ontwikkeling van literaire proza kenmerkend is. En het laatste, 14e punt. De laatste karakter trekt haar publicistische gevoeligheid voor actuele gebeurtenissen. Dames en heren, mijn hypothese luidt dus, Max Havela is geen roman. Dit boek vertoont de meeste karaktertrekken van de Menipeïsche satire. Dit behoeft nog verder onderzoek. Maar ik acht deze hypothese uiteraard gegrond. Daarin schuilt, denk ik, ook de mogelijkheid om uit de moeilijke paradox te komen, waar de literaire vorm tegengesteld wordt aan de persoonlijkheid van de auteur. Menipea is traditioneel gezien sociaal kritisch en stelt aan de kaak menselijke denkpatronen. Nog meer en langer dan de roman al zodanig. Hopelijk kan deze genealogische analyse van de Havelaar nieuwe perspectieven openen voor het onderzoek naar het grootste en bekendste boek uit de Nederlandse literatuur. Masha, dank. Waar zit de satire? Een beetje overal. Het begint bij het begin. Motto is niet serieus. Een onuitgegeven toneelstuk dat men leest in een boek dat gepubliceerd is. Daar zit al een grap. Als men dat leest, dan weet men niet of de auteur het bedoelt of niet. En dan komt Batavus de Rogstoppel aan het woord. 4 hoofdstukken lang. En ik hoop dat we, als we dat boek hebben gelezen, dat kunnen wij ons misschien herinneren de eerste keer dat we dit boek hebben gelezen. En ik weet bij mezelf, ik dacht van, wat is dat nou? Dat is gek. Is dat de grootste Nederlandse roman? Goed, ik ben geen tijdgenoot van Mutatuli. Maar als je dat weet, dan zie je onmiddellijk dat hij voort. Ik denk Marcel Janssens heeft Batavus Droogstoppel vergelijken met een
clown die staat voor een circustent. En die zegt alleen maar, mensen, kom naar binnen. Daar begint de hele voorstelling. Maar je bent 4 hoofdstukken lang bezig, 50 of 60 bladzijden, dat hangt van de uitgave af. En van Max Havelaar hoor je niks, van Koffie nog minder, daar verschijnt een pak van Schauman iets. En dan komt deze romantische Duitser aan het woord. Met een totaal andere stijl. Waar Indonesië beschreven wordt, de mensen enzovoorts. En dan afwisselend. Het ene en het andere. Ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn van spot dat gedreven wordt met burgerlijke mentaliteit in Nederland van toen. Als men de nulde druk, de oorspronkelijke tekst neemt, dan zit nog de preek van pastoor Vavelaar. En dat is eigenlijk een spot gedreven met de manier waarop heel veel protestanten in die tijd dachten aan de religie. Aan de kerk, aan hun verplichtingen ten opzichte van de geloofsgenoten. Dus ik denk dat er genoeg elementen van satire zitten, wel in deze manipeese strekking. Dus heel specifiek. Ik heb me hier geconcentreerd een beetje op wat in Griekenland en in Rome, de manier waarop deze satire daar een vorm heeft gekregen. En dan ben ik heel snel overgegaan naar Christeva en Bachtin. Maar het is eigenlijk een genre dat steeds weer terugkomt, of waar elementen verwerkt worden in de moderne literatuur. Er worden ook, ik heb teksten gelezen waar in Ulysses van Joyce, waar ook deze hypothese van manipese satire toegepast wordt op Ulysses. Dus ik denk dat daar genoeg materiaal is om dat nog meer in kaart te brengen dan ik hier binnen deze beperkte tijd kon doen. Om het nog met harder bewijzen uit de tekst duidelijk te maken dat het wel een manipese satire is. En ik denk dat als men de ontwikkeling, de historische ontwikkeling van Manipea bekijkt, dan denk ik dat de betrokkenheid die daar is van de auteurs bij het actuele gebeuren, deze publicistische actualiteit, maar ook intertextuele verwijzingen, het vermengen van stijlen, het vermengen van genres, dat juist een verzoening kan komen tussen deze twee losstaande lijnen in de onderzoekstraditie naar Max Havelaar en naar Multatuli, waar aan de ene kant alleen maar over de auteur gesproken wordt, aan de andere kant alleen maar over het werk. Misschien hier meer vragen zijn, kunnen misschien af gaan ronden. Om te beginnen wou ik professor Koch hartelijk danken voor een zeer fraai en erudiet college, 19e-eeuwse literatuur, heel mooi onderbouwd, een prachtige stelling. Het was voor ons ook aangenaam om wat namen te zien. We zagen de naam van professor Seuterman, die ook zeg maar degene is die Max Havelaar zo'n beetje uitdiepte en een proefschrift overschreef. Maar professor Seuterman was het bevriend met Colas de Brod, waar meneer professor Koch eerder over schreef en lezing over hield. En ik kan me nog herinneren, in deze zaal, ik dacht in 1982, is er een Colas de Brod symposium geweest.
Toen dacht hij professor Zeutman al geen professor meer was, maar het waren wel professor Overstegen, die het werk in Utrecht overnam van professor Zeutman. Een van de eerste algemene literaire wetenschappers. Daarvoor bestond hij, of je was, die deed Nederlandse letterkunde of Engelse letterkunde, maar dat waren de eerste literatuurwetenschappers in Utrecht. En het, professor Zeutman was bevriend met Colaat Brod en uit de biografie van professor Overstegen lees je dan dat ze met z'n drieën in Limburg in een kasteel wel eens zaten en dat Colaat Brod uit zijn werk voorlas aan Vestdijk en andersom en professor Zeutman was erbij. Dus dat zit allemaal een beetje bij elkaar. En professor Overstegen was hier ook een beetje de aanjager van literatuur. We hebben lezingencyclus met hem gehad hier op de universiteit. De universiteit begon pas in 1979. En verschillende mensen die later gepromoveerd zijn, ook in Utrecht, er zit hier eentje in de zaal, die zijn een beetje aangemoedigd door professor Overstegen. Dus voor ons is hij een heel belangrijk iemand, Colaat Brod ook. En hij schreef dan ook de tweedelige biografie van Colaat Brod. Er zit allemaal een beetje bij elkaar. Dus voor ons was het aangenaam om dit te zien. En Multatuli ook. En dan wil ik Multatuli in verband brengen met een werkje. Zou je ook, je hebt net de decaan cadeautjes gegeven. En dan willen we jou ook een beetje verwennen. Om te beginnen met een boek van Frank Martinus Arion. Dat is, hij was een collega van ons hier. De derde hoogleraar samen met Wim Rutgers. Hij is overleden, is een vriendenboek. Maar Frank Martinus is ook vergeleken met Multatuli. Praat ik over, dat was een van de eerste literaire opstellen van de Pedagogische Academie. En Frank Martinus begon pas, et cetera, met het eerste boek Stemmen uit Afrika. Dat was ook een aanklacht, maar dan ging het over het mishandelen van de mensen in Afrika. Dus dit is misschien interessant. Ik weet niet of je hem vorige keer hebt ontmoet toen je hier was. Vervolgens, ook een beetje samenhangend, is dan een nieuw werkje dat we hebben uitgegeven over Michael Johannes Alexis Schabel. Daar hebben we even over gecorrespondeerd, misschien bij het vergeten. Is een boheemse priester die via Venezuela op Curaçao komt in 1704. Hij schrijft zijn dagboek in het Latijn, woonde in de binnenstad aan de kant van Punda, net naast de synagoge, moet je je voorstellen. Hij praat ook niet zo goed over de rabbi en ook niet over de dominee. Hij is heel fel. Maar heel interessant, want hij beschrijft het leven van de binnenstad in die tijd. Een ander boek, we hebben ze tegelijk uitgegeven voor de Paters Dominicanen van Nijmegen. Dat is Jacobus Putman, ook een dagboek. Ook Wim is hier van beide de hoofdredacteur en de anderen hebben een beetje bijgedragen. Het is een ook interessant boek omdat het een beeld geeft van het leven rond begin 19e eeuw en hij is zo'n beetje degene die begint met het drukken van boeken in het papiamento, een grammatica schrijft dus en literaire werk bevordert. Later wordt je ook lid, net zoals jij bent, van Maatschappij de Nederlandse Letterkunde, een van de eerste, omdat je dan heel veel werken uit het Spaans naar het Nederlands vertaalt, waarvoor je zelfs van de koning van Spanje in 1862, denk ik, een orde van Karel II heeft ontvangen. Dus ook data letterkundige wordt in Utrecht. Dan komen we helemaal in Utrecht met Overstegen, met jou, met Wim, et cetera. Ik wou je ze graag overhand heel hartelijk bedanken voor de moeite die je neemt om iets te doen met de Curaçaose literatuur en ook in dit geval met Multatuli, een anticoloniaal, iets wat in het slavernijdebat, waar Putman ook aan bijdraagt trouwens, om dat een beetje aan de orde te brengen. Hartelijk dank voor je lezing. En de moeite je noemt om dat te bestuderen. Dank je. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Oh, ik zie dat ze een foto willen maken van jou.
dames en heren. Ook op afstand, mensen die livestream meekijken. Hartelijk dank voor de belangstelling. En tot de volgende keer. Dank u wel. Dames en heren, ook op afstand, mensen die livestream meekijken. Hartelijk dank voor de belangstelling. En tot de volgende keer. Dank u wel.